is zondag. Het is bijna 5 uur. En we zitten op een veilingsite. Heb je hier 15 kilometer hier vandaan, heb je een veilinghuis. Als normaal gesproken doen ze veilingen daar, weet je. Zo doen ze dat. En nu even niet, vanwege de corona. Dus nu moet je vanaf, kijk, dat is niet te zien. Maar vanaf je telefoon kan je dus allerlei dingen bieden. En daar ben ik mee bezig. Ik bied alweer veel te veel overal op, denk ik. Maar ja. Gewoon leuk. En om 5 uur loopt de veiling af. Het is nu 4:59. En vanaf dan gaan de veilingen sluiten, zeg maar. Dus dan weet je hoeveel je wat hebt. Nou, ik ga sowieso wat hebben. Ik heb me niet verrot. Ik moet wat hebben. Dus. Kijk, mijn maat is erbij. En mazzel. We zitten samen bij de veiling. Sjokje zit daar. In het internetcafé. Die is even dingen aan het bekijken voor de stroom. Hoe we dat moeten betalen en zo. Voor de rest hebben we vandaag niet veel gedaan. Nou ja, dat hebben jullie gezien natuurlijk. Lekker gewandeld. En, een beetje geklust. Een beetje buiten in de tuin gerommeld. Helemaal goed. Nou, ik ga gauw ophangen. Ik ga het even bieden. En dan zien jullie zo meteen of ik wat gewonnen heb. Gewonnen. Nou, je wint helemaal niks. Je moet betalen. Maar goed. Jullie zien het straks. Hallo, daar zijn we weer. Het is de volgende ochtend. We hebben gisteren meegedaan aan de veiling. En dat ging dus weer anders dan we dachten. Ze waren weer niet goed voorbereid. Gaat dus gewoon, je kan dus van tevoren al bieden. Maar om een bepaalde tijd begint de veiling. En vanaf dat moment gaat het echt los. Dat hadden we een beetje laat in de gaten. Dus de eerste dingen waar we op geboden hadden. Helaas. Dat was niet gelukt. Nee, dat was dus niet gelukt. Maar we hebben wel gewonnen. We hebben wel een hoop andere zooi gekocht. En ja, die laat je af en toe een beetje meeslepen, denk ik. Maar goed. Gaan we straks ophalen. We gaan ook vuil wegbrengen bij de gemeentewerf. Kijken of dat lukt. Dat weten we ook niet precies hoe dat werkt. Misschien moet je wel persoonsnummer hebben. Als het goed is niet. Ik had het nagevraagd. Ah, ja, je weet het nooit. Als het goed is, niet dus. Nou, we gaan het wel zien. We gaan jullie weer meenemen en we gaan even onze zooi ophalen. Bij de vuilstort, als het goed is. We gaan eens even kijken hoe dat werkt. Het werkt niet. Oh, het stinkt. Oh, nee. Oh, nee. Ik dacht ook al, de hek is dicht. Oh, nee. De hek is open. Nou, we gaan eens even kijken. Stop. We zijn er. Rondje gemeentewerf. En hier kan je zand halen. Ja. En er zit ook een beetje zout in, geloof ik. Dus dan kunnen we op ons paadje strooien. Hè? Dan val je niet zo snel. Dus. Nou, op naar de veiling om de spullen te halen. Radio. Mes. We zijn hier. Bij de veiling. Er zit alweer aardig wat in de auto. We gaan eens even kijken. We hebben nog niet alles. Zit Jackie? We pakken hem de zak. Een radio op schoot. Ik lijk net of ja, stalletjes wervers. We gaan weer verhuizen. Maar ja, maakt niet uit. De man die naast ons staat, ik had gisteren een paar dingen die wilde ik heel graag hebben. Daar ben ik hier keer overboden. Die man staat naast me. Ja. Hij kwam net naar beneden lopen. En wat gebeurde er toen? Toen lacht hij onderuit. Toen lacht hij op zijn plaat. Ja, dat is karma noemen ze dat, hè. Nou goed, we gaan weer terug naar huis. Thuis? Ja. Mazzel kleurt van de trap. Of die valt van de trap. Ja. Beetje last van zijn pootje. Moet ik niet naar boven gaan, hè, vriend? Zit vol. Nou, hier is Beun de Haas weer. En dan waggie vol. Waarschijnlijk doet de helft het niet, maar dat zien we zo meteen wel weer. Laten we eens even zien wat we gekocht hebben allemaal. Een rekkie. Kijk, een rekkie voor aan de muur. Zo. Weet wel niet waar, dan moeten we even kijken. Maar er kennen mooie emaille potjes op. Ja. Dus die hebben we gekocht. Ik heb nog haakjes in draaien.
Nou, gaan we naar het volgende item. Oh, de bordenrek. Kijk, hier hebben we ook nog. Hoe moet die? Hoe moet die? Even kijken. Zo, ja. Nee, andersom, Jokie. Ah. Ook nog een rek voor aan de muur. Kan je borden achterzetten. Paul Ricard. En onder ook nog. Of potjes. Nog een rekje. Dan mag wel zo'n papier versnipperen. Nou, kijk wat hebben we nog meer. Mooie stoel. Als de zomer komt, kijk. Hoppa. Grasmaaien. Gaan we straks even kijken of die doet. Radio. Een boksen voor in de schuur. Voor weinig. En dan komt het pronkstuk. Gaan we nou uit de auto halen. Nou ja, die stond op het verlanglijstje. Een schommelstoel. Nou. Een schommelstoel uit de 1825 of zo. Ik ga er dus even in zitten. Kijk uit hoor. Niet achterover donder. Val. Nou, kijk eens. Oei, zo ziet het er dan uit. Lijkt op het ijs. Oei. Oei. Mazzel. Nou, helemaal mooi. Nou, altijd al willen hebben. Een kapstok. Een kapstok. Ja, dat zat bij dat al. We wilden graag dat ene rek hebben en dus dit zat erbij. Ja, kapstok kon wel van pas, want. Altijd. De kapstokken waren hier niet meer. Dus gaan we even een kapstokje maken. Wat heb jij nou weer gezien? Oh, lekker even sneeuw eten. Je hond is niet goed, joh. Kom maar, Mazel. Een doosje met van alles en nog wat. Nou, een bloemetjespan. Altijd al willen hebben. Altijd al willen hebben. Een, volgt uit elkaar. Een ketel. Mazel. Altijd makkelijk. En nog een echte steelpan. Zo worden de dingen zwaar. Maar er schijnt ook iets met, weet ik veel, een of ander speciaaltje tussen te zitten. Oh, en een emaille kan. Een grijs tapijtje. Altijd makkelijk. Dat hebben we eigenlijk gekocht voor daar in de hoek. Want het zou ongeveer moeten passen. Dus dan zijn we daar ook gelijk vanaf, van die plek. Wat zei jij, Jacques? Zit er een prijskaartje op? Prijskaartje aan het tapijt van 990 kronen, dus 99 euro. Dus 99 euro, nou dan hebben we toch weer goedkoop gekocht. Een paar tientjes. Nou kijk, daar hebben we nog meer. Een mooie kissie. Voor je de handschoenen of weet ik het wat. Doe hem eens open. Kom maar, Mazel. Kom. Doe hem eens open, misschien kom. Zit er wel geld in. Nee, hij was al goed. Zo. Er zit wel keutels in. Rattenstront zit erin. Is hier nog wel een dode rat? Hier in de. Nou, nee. Macaroni zit erin. Macaroni. Krenten. Ja. Krenten en macaroni. Even schoonmaken. Nou, een leuk ouderwets kissie. Dat past weer mooi bij dit oude kissie. Helemaal goed. Nou, dat was het. Oh nee, we hebben nog meer. Even kijken nog. Tot er nog meer. Nou, die staat daar. Hier blijven, maat. Oh ja, we hadden nog meer, joh. Tafel voor buiten. Oh ja. Dan denk je, wat moet je daarmee? Maar dat zat weer bij die stoel. Dat is allemaal, hoe noem je dat, pakketprijs. Kijk. En nog een beetje die mooie. Hier heb je heel veel dat crème met groen emaille. Wij hebben dat nog niet. Dat willen we wel een beetje
verzamelen voor de keuken. Nou, dat rooie zat er ook weer bij. Nou, dan hebben we het op één dingetje na nog. En dat vond ik dan weer leuk om op te bieden. Weer veel te veel voor gegeven. Maar, oude Zweedse kentekenplaten. Nou, dat was het. Oh ja, en bij de gemeente hebben we gelijk wat zand meegenomen. Met grind. Nou, was best leuk, zo'n dagje veiling. Helemaal top. Ik was nog één ding vergeten. Een Mora knife. Gewoon leuk voor de heb. Ja, het blijft altijd een verrassing of het werkt. Ja of nee, als je iets koopt op een veiling. Maar het radiotje doet het. Dus we hebben lekker muziekje tijdens het klussen. Nou, gewoon helemaal goed. Ja toch? Er zit zelfs nog een cd-speler in. We zullen even kijken. Hoe werkt dat? Doet het ook. Helemaal top. Er zit zelfs een cd in. Mag ik geen muziek draaien, want dan krijg je hier auteursrechten. Maar ik zal heel even kijken. Geen idee. Nou, hé, hoe wil je nog meer? Voor de patiënten. Gauw uitzetten. Maar top aankoop. We gaan nu... Ik weet niet wat de radio kost, ooit tientje geloof ik of zo. De grasmaaier gaan we proberen. Olie zit erin, heb ik al gekeken. Benzine moeten we erin gooien. En met een beetje geluk doet hij het ook. Een beetje pech niet. Maar goed, dat zien we dan weer. Nou, daar gaat hij. Gebruiksaanwijzingen doen we niet aan. Even kijken, hier is een showkey. Nou moet je het gewoon doen. Kijk, hoi. Hup. Starten. Kijk, jongens. Zoeken. Oh, hier. Ah. Daar komt ie. Nou, helemaal goed. Toppie. Steek gelijk te moord. Maar hij doet het. Als je ziet dat het graagbeuging is. Kan je ook vertellen hoe laat het is? Het is 4:55. Oh, onze nieuwe klok. Tijd om te stoppen met klussen. Ja. Nou, we hebben weer genoeg gedaan vandaag. Kleine dingetjes. Gordijnapparaten, hoe heet die dingen? Ja, wij noemen het maar kwastjes, hè. Gordijnkwassies. Oh, gordijn opgehangen. Gordijn in de keuken opgehangen. Nou, dat was het alweer. We hebben allemaal zooi gehaald, dat hebben jullie gezien. Ja. Dus, beetje opgeruimd. Beetje opgeruimd, kleden verplaatst. Oh ja. Dit kleed lag eerst bij de bankstel. Die hadden we nieuw, dus hebben we even omgeruild. Want daar komt natuurlijk een ander bankstel. Dan komt het beter uit. Dus misschien nu nog niet, maar straks wel. Als de bankstel ooit binnenkomt. Ja, de verwachting was 2099. Ja, ja, dat stond in de computer. We wachten af. Dus. We stoppen met klussen vandaag, hè? Yes. Oké. Okay. Goedemorgen. Kijk. Mensen zeggen allemaal, wat moet je nou in die kou, maar... Het is toch wel lekker hoor. Toch beter als in de regen. Kijk. Mosel heeft ook naar zijn zin. Tuin vol met stokken. Hé maat. Waar is je stok? Goed zo. Hop. Uitkijken hoe je schenen. Ah.
een beetje te groot. Hè? En laat erop. Oh, nou is hij een beetje kleiner. Kom even gooien. Let op. Even gooien. Oh. Weet. Weet. Hij weet het niet meer. Ja. Die andere? Deze. Zoek dekking. Die vermaakt ze eigenlijk wel. Hallo. Hi. Even aan de wandel in het bos. Nieuwe route. We zien moeshanten. Ja, we zijn op elandjacht. We hebben al sporen. We zien overal sporen, maar... En dan dacht ik daar, kijk, daar is dachtenplaats. Nou, dat is denk ik gewoon een berg hout of zo. Maar goed. Dus hier, kijk, we lopen gewoon over een soort weg. Een weg, ja. Dat loopt nu gewoon even het makkelijkst. Het enige wat je hoort is de wind. Je voelt er helemaal niks van. Het zonnetje is heerlijk. En dan ben je aan de wandel in het bos, vlak bij je huis, en dan kom je dit weer tegen. Mooi stookplekje. Waanzinnig weer, toch? Hout erbij. Allemaal hout in. Een roostertje voor op het vuur. Helemaal top. Ja. Er ligt nog een tafel. Ja. Oh ja, daar ligt ook nog een tafel. Ja. Daar ook. Dus tafel en een bank. Nou, moet ik even... Ja. Super, toch? Dit is een bordenrek. Die staat nu in de grijze werf. Dus even kijken hoe die gedreugd is. En hier ligt die andere. Ook geverfd. Dus gaan we straks even kijken als die droog is, hoe het gelukt is. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. We zijn weer lekker bezig geweest vandaag. Tenminste, gisteravond nog. Had je nog niet gelaten zien, toch? Nee. Kijk. Het rekje van de veiling. Jacques, mooi grijs geverfd. Dezelfde kleur als de kastjes die we hebben. Nou, prijzenkast. Ballen gooien. Je kunt er alles mee doen. Leuk, toch? Ja. Zijn we blij mee, hè? We zijn er blij mee. Nou, wat gaan we nu doen? Eten. Gaan we eten. En wat gaan we eten? Een rekbom. Dat hebben we gekocht bij een of andere nieuwe supermarkt. Iets met een bom, een rekbom. Dat was iets typicals Zweeds, zei die man. Ziet eruit als een vissalade. Ja, denk ik. Kost een tientje. Nou, we gaan het zien. Ziek, ziek. Ja. Ja, toch? Nou, eet smakelijk. Dit is het. Brood of zo? Brood met garnalen. Brood met dan telkens tussenlagen. Een soort broodtaart garnalen spul ding. Iets. En? Lekker. Wat is het? Ja, brood met garnalensalade of zo ertussen. Zo moet je maar een beetje zien. Garnalentaartenbrood. Ja. Ja, ik vind het ook lekker. Zo ziet het eruit. Nou, ga ik verder. Project Hall. De muren zijn groen, maar er zitten wat beschadigingen op en vlekjes. Dus
Ik heb hem helemaal afgeplakt. De meterkast is gewoon niet zo mooi, maar dat is gewoon hier zo, dus dat is voor later. Dus de hoeken af maar afgeplakt. En dan gaan we deze ook maar grijs verven. Jullie zien zo het resultaat. Welkom bij Help, mijn man is een klusser. Hoi. Hallo. Wat ben je aan het doen? Een leuke, hoe heet die dingen? Afwerkbladjes. Plintjes, hè? Als ik nou ergens een hekel aan heb, nou hekel, dan is het dan plintjes. Juist. Maar even laten zien. Kijk. Ja, daar zat allemaal niks. Net als hier. Dus en daar zitten de plintjes. Dat is Mogel, die is aan het spelen. En gisteravond hebben we nog dit rekje opgehangen. Dat was natuurlijk grenen van de veiling, grijs geverfd. En dat hangt dan zo boven de eettafel. Het wordt steeds gezelliger. Het wordt tijd voor een roadtrippie. Het is nog min 9. Dit is het uitzicht. Dat is nog niet best. Dus we moeten nog even wachten. Ik kan even iets eerder moeten aanzetten. Het is goed koud hier. Mazzel heeft zijn elandjasje aan. En we gaan even kijken bij, hoe heet het? Vantvallet. Vantvallet. Daar hebben we van de zomer een paar keer gestaan met de camper. Tenminste een paar keer. Ja. Twee keer geloof ik. Een aantal keer hebben we er in ieder geval al gestaan. En daar gaan we even met de auto naartoe. Een uurtje rijden. Verderop is nog een windsportgebied. Gaan we misschien ook nog even kijken. Dus even genoeg geklust. We gaan nu even een stukje rijden. We zijn bij de waterval. Het is een beetje een sneeuwparcours. Dus we gaan even kijken of we dit een beetje normaal kunnen komen. Ik denk dat het wel gaat. Lekker zonnetje. Zonnetje erbij. Mooi. Nou, de schaduw in. Kijk, hier hebben ze geschoten. Hè? Nog geen zonnetje, nee. Zo. Ja, het is nog maar min 11. Gaaf, hè? Mooi, hè? IJsbaan raceparcours van gemaakt. Hier zijn we, in het winterwonderland. Mazzel heeft zijn elanden pakken. De Vantvallet. Hij stroomt nog wel, een klein beetje. Dus gaan we even kijken. Leuk. Echt sneeuwgeluid. Hier, er komt toch wel echt nog een laagje op de picknicktafels.
Ja, dan moet nog winter toch wat. Ja, hier is de badplaats. Zo, gezien hè. Best wel fris, hè? Nou, hier kan je in bad. Niemand die het tegenhoudt, nee? Daar is hij weer. Toen even een stukje naar boven geklommen. Zak staan nog beneden, want maar ijs. Maar toch eventjes een beetje naar boven gaan. Dan ga ik even de camera draaien. Hier zijn we nu. Bij de picknicktafel. Daar is Jacques, met mazzel. Bij de auto. Het is steeds kouder. Min 11, min 12 hebben we al gezien. Jammer dat het zonnetje hier nu niet is. Maar, hier stroomt normaal gesproken de waterval met veel geweld. Oeh, bevroren. Het is toch wel leuk om dit even te zien. Ik vind het in de winter. Ik vind het wel heel gaaf. Jacques gaat in de auto. Ik heb de sleutel. Ik heb de drone bij me. Ik ga het even proberen of die het doet. En of ik de beelden eraf kan krijgen. Want de laatste keer had ik wat problemen met de beelden eraf krijgen. Dus we gaan het proberen. We gaan eerst kijken of we weer heel beneden kunnen komen. Prachtig plaatje.
parkeerplaats en er staan ook de campers. Ja, dus kan je met je camper parkeren. Even kijken. Het weggetje is niet heel denderend. Stoeltjes, liften, gondels, alles. Dat is een boel, hè? Een Duitser met een camper. We zijn eventjes in Brennas. Echt wel serieus windsportgebied, hoor. Hier gondels, stoeltjes, liften. Ah, toch wel heel leuk. Toch wel weer leuk, Jackie. Goed skiën. Daar gaan de gondels. Zegt u? Oh, waarvoor gaat hij iedere keer inzoomen? I don't know. Nou, kijk. Zo is lekker in het zonnetje. Toch lekkerder dan net. Helemaal goed, zeg. Kan zo'n paar stoppen, man. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit half uurtje film. En dat was weer een kleine week. Van ons in Zweden. Een klus- en genietweek, hè? Ja. Trouwens, de plekken waar we waren, bij de waterval, daar kun je dus overnachten met de camper. Heel erg leuk. Voor niks. Tenminste, voor een vrijwillige bijdrage. Ja. Dat is wel zo. Dat moet ik erbij zeggen. En bij de skipiste mag je volgens mij ook overnachten. Maar goed. Nou ja, dit was hem. En ik zou zeggen, vond je hem leuk? Geef dan een duimpje en geef een leuke commentaar als je dat wil. En we zouden nog vragen gaan beantwoorden deze week. Maar ja, we zitten al op 35 minuten bijna met een filmpje. Dus volgende de maai. Dat doen we dan de volgende week. Dus bedankt voor het kijken. En hier zeggen ze geen houdoe, maar... Hey do. Hey do. Tot de volgende. De mazzel.